allemaal en superleuk dat jullie kijken naar mijn allereerste video hier op Paardenpraat TV. Ik ben vandaag samen met Britt en we gaan echt iets leuks doen. Ja, we gaan vandaag blind opzadelen. Ja. We gaan een challenge doen. We worden allebei geblinddoekt. Ja. En wie heb jij hier mee? Ik heb mijn knappe Bink mee. Ja, en ik neem Johnny voor deze challenge en we gaan kijken wie als eerst blind opgezadeld is. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Blijf kijken! Hij staat er al, yes, hè? Binkje staat er al. Nou, alleen missen we Johnny nog. Ja, want we gaan blind opzadelen. En ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit gedaan. Heb je dat nog gedaan? Ik doe altijd mijn ogen open natuurlijk als ik ga opzadelen. Maar nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar wat leuk is, we gaan dus blind opzadelen. Maar Johnny en Binkje gaan elkaar ook voor het eerst ontmoeten. Hoe vindt hij het hier? Hij is wel de best. Ja, hij wilde ook graag iets doen zo te zien. Maar okay. Hij vindt wel chill, denk ik. En we hebben de spullen al gewoon gelijk neergelegd. Ja. Want ja, luister. Ik heb weer als mentaliteit, jij? Ik ook. Wil je altijd graag winnen? Ja, natuurlijk wil ik altijd winnen. Ja, duh. Ik stond wel heel wat te denken van waar begin ik mee? Ja. Maar op zich, hoe lang rij jij al? Zo, vanaf mijn zesde. Ik ben nu 21, dus reken maar uit. Ik ook echt al zo lang. Maar dus eigenlijk zouden we blind moeten kunnen opzadelen. Ja. Dat denk ik ook wel dat het goed komt. Maar wie is het snelste? Dat is ook het belangrijkste. Ja, en ik ben ook bang dat je dan gewoon net ineens je oriëntatie kwijtraakt. Zit je in zijn neus wat zo? Oké, ik ga Johnny even halen en dan ben ik heel benieuwd wat ze van elkaar vinden. Ja, ben ik ook benieuwd. Oh, hij is moe. Ja. Oh, gaan we. Oké, tot zo! Britt is nu even Johnny halen, maar dit is mijn allereerste opstaande challenge. Dus ik moet even een goede tactiek bedenken hoe ik echt ga winnen. Want ik moet Britt wel even verstaan voor mijn allereerste video hier op Paardenpraat TV. Dus ik ga dadelijk misschien iets verstoppen op. Oké, daar zijn we, Johnny, kom maar. Ja, ik heb hier net gewoon een gooitje hier. Oh, wat gelukkig. Hey, hey. Hij is wel een beetje. Hij gaat hier zo We gaan even stoer doen nu, hè? Ja, hij gaat wel een beetje stoer. En laatst liep ik langs Ivan uit het niet stijger die vet hoger wil die op Ivan springen. Oh, maar dat gaan we nou niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Kijk, maar kijk, wij zijn soms wel. We zien elkaar wel. Oh. Zie je wel, Johnny, kijk, de zorg gaat. Kijk eens. Eindelijk kun je weer in het Fries. Je lijkt op elkaar. Eindelijk kun je weer in het Fries praten. Ja. Kom, kom even hier. Ja. Ja, dat is wel eng met de hengsten, durf ik ze nooit te laten zien. Kijk. Oké. Gezellig, hè? Oeh. Bink kijkt ook wel. Die komt wel bekend voor. Ook zwart. Bink denkt, oh, die taal ken ik. Ja. Hé, ja, jongens. Waar is Binky geboren, weet je dat? Geen idee? Ik heb echt geen idee. Hoe kom maar wel gewoon in Brabant, volgens mij. Niet echt in Brabant? Ja, volgens mij wel. Een Brabantse Fries? Ja, deze praat in onze taal. Ja, oké, dit is van jouw taal. Hey, hoe heb jij die manen altijd van... Ja, maar Binky heeft niet zulke dikke manen als Johnny. Kijk, dit is dik. Het is echt heel dun. Maar doe jij het altijd in een hengstenplek? Ik doe het altijd in een hengstenplek, ja. Als dan, hij is wel een hele lange manen, maar heel dun. Dit is een tip voor jullie kijkers thuis. Als je de staart, weet je dat ook, Britt? Vertel! Als je de staart, zeg maar, als je de lucht tussen laat, zo, dan lijkt de staart wat veel voller. Dus als je zo pakt... Oh, als je het gaat schudden? Ja, als ik er net op stap, dan doe ik zo, pak twee plukken. Oh, gewoon op mijn staart is het allemaal poep. Oh, ja. Maar wacht, oké, dan ga ik echt toetsen. Oké, dan... Maar hij heeft al een huge staart. Het is drie keer Binkse staart. Hij heeft zoveel haar. Ja. En weet je wat het bizar is? Als ik dan Johnny's staart gepoetst heb of geborsteld, dan doe ik daarna Eve en George en denk ik, dat is echt een klein dun staartje inderdaad. Dat gewoon, wat zijn jullie normaal? Ja, heeft... Doe je hier dan ook wat een super veel ander glit in? Ja, maar alleen... Hij is wel lekker zacht. Oh. Wat er dus heel vaak in zit, heel veel strootjes elke dag. Maar je doet hem niet in vlekten zo in de winter? Nee, alleen dan doe ik zeg maar, ga ik gewoon rijden zonder uit te komen en dan worden ze altijd boos omdat ze zeggen, de hele pak zit onder strootjes. Ja. En dan is je te koop ook, hè? Zeggen ze altijd. Ja, waar komt dat vandaan? Geen idee, is dat niet iets Brabants ook? Ook. Of is dat gewoon een paarden? Nou, dus dan rij je in de bak en dan zit er stro en dan zeggen ze, hij is ja, te koop. Ja. Hoezo is hij te koop? Weet een van de kijkers, waarom is je paard te koop als er stro in zit? Dan leren wij nog wat van jullie. Toch? Ja. Dus altijd zorgen dat je je stro uit je staat haalt, anders kunnen mensen dus gewoon je paard kopen. Ja, echt zo? Ja, ja eigenlijk wel. Oké, okay, en nu een beetje zo. Ja. Wow! Dat is er een. Nog meer! Oh, dit hebben we nog nooit gedaan. Wojo! Oh, plantje bij de muur. Zo, dit is wel echt vet. Goeie tip. Dit strootje uit, hè? Oh ja, nee, dat is niet te koop. Nee. Oh, hier nog.
Zo, is mooi uitgekomen. En heb jij een gesporen die van jou, denk je? Ik ook niet. Dat zei ik niet, maar anders wordt het ook een beetje grijs. Ja, dat vind ik zo mooi. Kan je ook nog een werk op Barbie party? Ja, ik vind die voorkant ook zo mooi. Die heb ook gewoon altijd één of nog. Ja, alleen als mijn rijboek op los. En dan denk ik wel, dit is wel een sier. Ja, maar dan vertrouw ik op jou. Als jij mij hebt ziet, dan weet hij dat het kan. Bijzonder. We kunnen ook vragen als wij ons binnenom hebben dat de camera ook een beetje rustelt. Dan wordt het nog moeilijker. Ja, dat kan ook. Nou, we hebben de blinddoeken klaar. De paarden zijn helemaal gepoetst. Dus we kunnen, denk ik, beginnen. Ja, oké. Okay, we gaan ze opzetten. Ja. Oké, okay, wel echt zorgen dat je niks ziet, hè? Ja, ik ga echt zorgen dat ik niks zie. Nee, beloof. Vals spelen, dat hoort er niet bij. Oké, okay, ik zie echt dus niks. Wacht, we moeten eigenlijk ook zo snel mogelijk, hè? Oh ja. Ja, wie? Oh. Mix, ben je nog aan het filmen? Ja. Oh, ik dacht dat je het aan het doen was. Nee, 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 ik ben niet te weg dan. Laten we, om het nog een beetje moeilijker te maken. Iemand die bij ons team hoort, die ja. Elkaar wat werkt, de spullen nog een beetje door elkaar te leggen. Ja? Dat is een goed idee. Ja, doen we. Oké, okay. Maar... Ja? Ja, als het klaar is kunnen we beginnen, maar ik hoor al die dingen. Ja, oké. Okay, dus oké, okay, een beetje wel bij elkaar, maar een beetje door elkaar. Want ja. Nu hebben we het te makkelijk gemaakt. Ja, oké. Hey. Oké, okay, gaan ben we ik beginnen? Ik ben echt zenuwachtig. Ik ook! Oké, okay, zal ik aftellen? Ja, is goed. 3, 2, 1, go! Oké, okay, oké, okay. Ik heb geen idee. Oh nee, wat eng! Wacht, waar ben je? Hier ergens. Oh, ja, oké, okay. Ja, ja, ja! Dit is echt moeilijk. Oh nee, zelfs een dekje. Oh, wat is het nu? Niet op mijn voeten als je ook nu niet waar je bent. Oké. Okay. Oh, en. Oh, en. Oh, ik wil gewoon op mijn voet zetten, dat doet hij altijd. Oh, maar waar is het? Hé, en alles moet wel goed, hè? Ja, maar ik ben even aan het oriënteren. Oké. Okay. Oh, ja, dat zit wel heel druk. Waar zit jij? Ik moet aanpakken. Oké, okay, ik ook. Oh, dat gaat spannend. Au! Oh, oh, oh. Oh. Wat? Wat is er? Oh, je been! Oh! Wat? Ik weet niet waar... Johnny, waar zit je? Ik ben zo. Oh, I got him! Ik moet wel zeggen... Oké. Okay. Je vindt het wel... Ja, ja, ja. Ja, maar ik vind het gewoon een beetje eng eigenlijk. Oh. Oh, het is een beetje warm. Ja. Wat is dit? Oh. Oké. Okay. Ik weet niet waar die rug is. Ik ook niet. Oh. Oh, en normaal kijk je ook of je dekje goed zit. Ah, oh nee! Oh nee! Oh wacht, mijn hele dekje is weg van mijn rug. Ja, maar, ik ben ook niet voor mij. Oh, wat erg dit. Oh, maar ik weet ook niet. Ben je nog bij het zadel? Nou, ik was bij het zadel, maar... Volgens mij had mijn zadel aan de andere kant van zijn rug. Oh ja, oh sorry Johnny, wat... Mijn zegel is weg. Oké, okay, wacht. Misschien. Doe ik überhaupt mijn zadel goed om? Oh, ja. Ik moet overdringen als mijn dood is vol. Oh. En weet je wat erger is? Hoe langer je bezig bent, hoe buiten georiënteerder je raakt. Maar ik heb het idee dat ik heel ver weg van binnen sta, maar... Ja, oké. Okay. Heb je het zadel mee of niet? Ja, dat zadel staat hier aan de andere kant. Oh, goeie. Oké. Okay. Ik ga nu... Oh, want die singel zo niet overheen. Oh, dit moet ook achterlangs. Nu om. Oké. Okay. Ergens is het heel makkelijk en ook weer ergens heel... Nee, ik heb het onderschat. Ik heb het onderschat. Je voelt wel alles. Ja, maar... Ik weet nog niet waar jij bent, dus hoeveel sneller ik moet. Maar... Ik ga nu aan singelen. Nee, jij hebt het helemaal! Waar is die, oh, Jolien? Oh, oh, dit is te dik nu. Oh, ik heb hem te strak gedaan. Oh, nee, dit is oké, okay. Go, 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 go. Single. Oh, weet je als iemand... Oh, dit is mijn single. Wat moet ik nou beschermen? Beenkappen. Oh, jij moet ook nog beenkappen. Hoofd en nek. Ik hoor iemand lachen hier. Kom op, waar is dat ding? Beenkappen. Nou, die hou ik dan alvast. Die beenkappen hou ik alvast vast. Dan heb ik dat... Is mijn single weg? Mix! Ja, maar is er ergens wel een single? Nee! Ja. Ik heb er één. Waarom zit ik op mijn knieën? Dat weet ik niet. Dat is fijn. Nee. Oeh, kom aan, waar is dat ding? Dit is de single. Waar ben ik? Hoe kan ik die single? Ja, ik wil een tip. Oké, we mogen één tip. Waar is mijn single, cameraman? Ik wil mijn andere peetje. Ja! Ergens! Dat mag niet werken. Goed.
Oké, ik moet er wel één doen. Oh, terugkomen is alweer een ding. Hé, ja, Johnny. Ben ik bang? Ik ben ook bang dat ik gewoon ergens door die benen kom en even onder hem sta. Oh, I can't. Ook alles moet wel goed omzitten, hè? Wow, wat ligt hier? Oh, beugel, waar zijn die zin? Nee, waar ben je? Heb ik nou de lamp uit? Wat? Ik heb mijn lamp. Waar zit jij? Heb jij die single al om? Ja. Wat was je aan het zoeken dan? Ik was bij mijn baan aan het zoeken. Oh, wat erg. Oh, ik vind het omheen al best wel spannend, omdat je niet weet waar je tegenaan moet. Ik heb het recht van slag. Waar is jouw rechterbeen? Wat, waar zit ik dan nu? Waarvoor kom ik niet? Oh, wacht. Denk jij? Ja. Ben je al met het hoofd al bezig? Nee, ik ben nog maar niet single bezig. Oh. Ik heb nu überhaupt geen idee. Ik ga die gewoon winnen, jongens. Nee. Ik wel. Oké, okay, we moeten sneller. Ja, ik doe namelijk een sterk. Volgens mij lukt het serieus. Oké. Als iemand op de plek zit, dan lukt het. Ja, klopt. Maar weet je, als je zeg maar je paard voelt, kan je het wel blind doen. Dan moet ik het hoofd stellen. Oh nee, ben je daar al? Maar waar heb ik dan de beenkamp? Oh, die had ik toch meegenomen? Oh nee. Ik mis een heel stuk single. Ah, dus. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb ook van de stress. Oh, nou dit is heel mooi door elkaar. Oké, beenkappen. Ik weet dat ik het moeilijkst vind van je paard langs spullen komen. Wat zei je? Wat is dit dan? Oké. Oh nee, dat is mijn hoofd. Denk je bij jezelf staan je niet? Ah, ik had toch met die beenkappen. Hey, oh, dat was steeds moeilijker. Hoi, ik was je klein. Wie? Ik was vergeten dat ik daar al. Oh, en weet je wat het erg is? Ik had vier beenkappen hier, dus ik hoop ook gewoon. Gast, hoe gast, oh, en ze zijn wel zo lief, hè? Ja, ik weet het. Oké, ik moet naar een been. Oh nee, oh stop. Nou kan ik weglopen. Waar, ben jij met hoofdstel? Nee, ik ben nog bij het slaan. Oh, maar je moet wel ook je beenkappen goed om, hè? Ja. Oké. Oh mijn god, besef dat de mensen die echt blind zijn ook paardrijden, hoe knap. Niet zo ontzettend blind. Oh, wow, hoe gingen jouw beenkappen? Dat voelt echt inderdaad als... Wat is dit? Oh, ik maak me zo zorgen om het hoofdstel. Maar jij moet dus alleen nog... Dat is niet goed volgens mij. Zit het vast? Oké, naar het andere been, niet vier achter. Oh, dit is moeilijk. Oh mijn god. Oh. Ik ben ook echt benieuwd om het straks te doen. Pink. Wat doet hij? Ja, dat weet je dus niet. Ja. Oh, ik wil echt zo graag terugzien hoe die paarden kijken. Ja! Waar zit jij? Bij staan. Heb je het hoofdstel in? Nee. Oh yes, oké, want ik begin nu met het hoofdstel. Ik ben bijna klaar. Nee! Oké. Oh. Maar dit is gewoon easy. Als die van mij nu wegloopt, hè? Oh, wat erg. Met die riempjes niet vast. Waar zit die? Ah, hier. Okay, ik krijg hem een slaap gewoon mee. Jody, ja, het is wel relaxed dat je even niks ziet. Ja, ik doe nu in mijn hoofd, maar als die wegloopt, moet even iemand... Oké, de teugels uit mijn over zijn hoofd heen. Ah, hier, ja. Oké, Jody, please. Ik zal niet spannen. Oh, wacht, ik heb nog een snoep in mijn zak. Dan kan ik zijn hoofd van nemen. Ja. Ja, alleen op de spelling! Nee! Ja! Oh. Nee! Oké, Johnny, please. Go. Volgens mij... Kom op. Oké, maar geen idee hoe... Ja, hier... De... Als je hoofd dan mee, geen idee hoe dat hoofdstel zit. Waar zit dit? Oh, nee. Ik heb geen idee of het goed om zit. Ja. Nee! Ja. Doe je hoofd dik af om te kijken of het goed zit. Ja, oh. Ja, ik ben klaar. Mag je op? Ja. Is het wat? Oh, dat is licht. Wow, eerlijk? Nee, nog goed ook. Oh, ik moet zeggen, ik ben hier ook al. Oh, wat bizar. Ik ben kapot. Zo. Oké, okay, dit had nooit gelukt. Wow. Oké, wat? Dit is moeilijk.
überhaupt zit het helemaal in de knoop. Dat is nooit gelukt, man. En ik dacht nog even, echt. Ik heb er helemaal warm van gekregen. Ik ook. Maar ik vond het serieus echt eng. Want ik was hem gewoon een paar keer kwijt. Want ik volgens mij zat ik gewoon hier te vinden. Nee! Ja. Oké, hier heb je wat wiks voor hem. Hey, luister, ik ben zo benieuwd hoe dit eruit ziet. Volgens mij is het zo gek. Ja, op een gegeven moment zat ik gewoon op mijn knieën toe. Jezus, Britt. Oh. Oh, je hebt achter je gedaan. Nee, dat had ik nog. Die single. Oh, die is het. Oh, wat zoet. Dit klopt. Dat is echt zielig. Oh. Oh. Oh, ik dacht hij zat nog niet strak. Dus. Maar ik moet zeggen, het zadel zit nog wel op zo'n goede plek. Ja, maar op een gegeven moment was het de dek eruit. Nou, ik moet zeggen, als ik eenmaal bij het paard was, kon ik het wel echt blind snappen en voelen. Maar ik vond het eng. Nee, maar op een gegeven moment zat je heel lang zeg maar haarbroeken. Ja, dat vond ik het. Was mijn paard kwijt. Oh, oké, okay, Johnny heeft echt super goed gedaan. Ik wil die van mij even toe. Het zadel ligt echt mooi, dat heb jij echt goed gedaan. Maar het ligt te singel, want die van jou moet ook naar voren, of niet? Oké, okay, maar die singel klopt ook niet helemaal. Weet ik niet. Maar oh, jij bent naar achter. Jij moet niet naar voren. Ja, ja, valt op zich wel mee. Maar dat, ik had ook zo'n ringetje, die moet bij mij ook altijd naar voren komen. Maar dat heb je ook goed. Ja, en in de video van aanstaande maandag gaan we dus samen rijden. Dus ik ga wel eventjes opnieuw opzadelen, want anders gaan we heel hard. Maar ja, Bentie, jij denkt wel dat je makkelijk gewonnen hebt. Maar we gaan nog wel even controleren. Oh, doe maar. Die gaat een beetje gek. Oké, okay, ja, dit is goed. Heb je dit echt? Dit is knap. Ja, maar dit, ja, ik weet niet. Het lukte me gewoon. Het is echt, alles is, ook de weet. Ja, kijk, ik heb alleen maar, ik doe dit nooit vast. Dus ik vind dat het niet echt. Nee, ik ook niet. Okay. Ik ook niet. Ik moet zeggen, oké, okay, we hebben gecontroleerd. Stop, stop, stop. We hebben gecontroleerd en er is een duidelijke winnaar. Ja, bent al, ja, ik denk dat ook een hele goede assistente. En nou, dan zit je eerste video erop. Ja. Officiële eerste paard. Zo, het was heftig. Zo, en nog gewonnen ook. Ja, maar daar doen we het voor, hè. Nou, doe een duimpje omhoog als je blij bent dat Bente gewonnen is. En Alke, als je voor mij was, ook een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Want dan weet je altijd wanneer er een video online komt. Ja, en nu gaan we samen rijden. En die video komt maandag online. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Zeker. Tot maandag! Doei doei!